Zo. Nou, het is vandaag donderdag en ik ga zo meteen met Tim beginnen aan het laatste stukje van het aansluiten van de Plotter en de AIS. Het was een enorme bevalling allemaal, maar ik ben wel heel blij met het resultaat. En ja, verheug me nu al op de mooie reizen die we kunnen gaan maken. Ik heb allerlei kaarten ook aangeschaft van de Engelse kust en ook de Belgische kust. Dus ja, nu is het lekker plannen en kijken. En daar word ik ontzettend enthousiast om. We hebben uiteindelijk toch die keuze voor de AIS nog gemaakt, omdat een radarreflector het op zich wel doet, maar niet helemaal het gewenste resultaat geeft natuurlijk. En met een AIS kunnen de mensen hier gewoon altijd goed zien. Nou, ik ga zo het resultaat laten zien. Dus, hoi!
het is vandaag vrijdag en het is 2:00, dus wat later op de dag. Maar we gaan natuurlijk varen, altijd. Hè? Het zuidwestenwind, windkracht 4-5, dus een lekker windje. We zijn super benieuwd hoe alle nieuwe apparatuur werkt. De AIS, die we als bonus nog extra erin hebben laten bouwen. De Raymarine plotter. En ja, we zijn gewoon benieuwd hoe dat dan gaat. Het zal niet veel anders gaan dan normaal. Maar het is wel leuk om die gadgets erbij te hebben. Nou ja, dat zeg ik. Het is zuidwestenwind. Dus we gaan richting Enkhuizen Horen. En gaat dat niet lekker, dan gaan we naar Markenwadde of Lelystad. Maar dat gaan we zo nog wel eventjes zien. Nu hebben we net alle spullen opgeruimd, de boot helemaal uitgepakt en we kunnen gaan. Dus je gaat zien. Hoe ging het vandaag? Ja, winderig. Best wel lekker hoor. Hoeveel knopen wind was max? Nou, we hebben uitschieten gehad, boven de 30, 35. 30. Alles nat. Geen regen onderweg, alles nat. Rara, hoe kan dat?